In de recente perikelen rondom Gordes korte maar tumultueuze muzikale comeback, laten Helene Hendricks en Johan Derksen zich niet onbetuigd in hun commentaar. Helene steekt van wal door Gordon te bestempelen als een ongelooflijke zeiksnor, die naar haar mening totaal niet kan omgaan met kritiek. Ze benadrukt dat Gordon simpelweg moet erkennen dat zijn theatertour niet is gelopen zoals gehoopt, in plaats van de schuld af te schuiven op externe factoren. Johan Derksen voegt hieraan toe dat het annuleren van de tournee hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan de gebrekkige kaartverkoop, niet aan de kritiek van anderen. Hij benadrukt uit eigen ervaring dat het opzetten van een theatertour veel energie en geld vergt en als de kaartverkoop tegenvalt, kan het financieel onhoudbaar worden. Johan pleit voor meer sportiviteit van Gordon en suggereert dat het toegeven van het tegenvallende resultaat geen schande is, maar eerder menselijk. Helene voegt toe dat Gordon beter uit de situatie zou komen als hij simpelweg zou erkennen dat het niet liep zoals gehoopt, zonder de kritiek de schuld te geven. Wilfred merkt op dat sommige zes, waaronder Bram Moskowitz, de schuld geven van Gordons mislukte comeback, maar Johan weerlegt dit als rancune en benadrukt dat het niets te maken heeft met welke kritiek dan ook. Studiogast Aram B. deelt zijn observatie dat Gordon momenteel geen contact heeft met RTL Boulevard en suggereert dat de zanger mogelijk door een moeilijke periode gaat. Hij sluit zich aan bij Helene's standpunt dat zelfreflectie essentieel is in dergelijke situaties. Aran onthult ook Gordes ambitie om een merchandise lijn en zelfs een onderbroekenlijn te lanceren, wat volgens hem aantoont dat Gordon geneigd is tot alles of niets. Hij pleit voor een meer geleidelijke aanpak. Johan concludeert dat Gordon zichzelf moet vermannen en omschrijft hem als een dramaqueen. Aran beaamt dit en onderstreept dat het incasseringsvermogen van Gordon te wensen overlaat. Ze vergelijken hun eigen ervaring met publieke kritiek en benadrukken dat als je een grote mond hebt, je ook moet kunnen accepteren dat je soms kritiek krijgt. MediaCourant vraagt zich af: wat vindt u?